is de Kremers Award ontstaan? Dat is een gezamenlijk initiatief van de stichting tot behoud Mijn Historie en Brainpoot. De stichting heeft een paar jaar geleden een driedelig boek doen verschijnen onder de titel Na de mijnsluiting. Een van de belangrijke conclusies uit dat boek is: geef vooral het initiatief, de regie, aan de regio zelf. Wat vindt u zelf het belang van deze prijs? De eerste plaats draagt die award er toe bij dat studenten van vandaag zich echt bezighouden met de regio, de streek, waarin ze geboren zijn of waarin ze leven. Dat is heel belangrijk, omdat dan meer bekend wordt over de economische, de sociale, de technologische ontwikkeling van die streek. En als dat goede scripties zijn, dan heeft de regio er ook nog wat aan. Het is nu ruim 40 jaar geleden dat de laatste mijn gesloten is en dat wij moesten beginnen met de herstructurering. Bij die herstructurering was het adagium handen aan de ploeg. En daarom zeg ik tegen de studenten van vandaag opnieuw: handen aan de ploeg.